zijn nu in de studio van Vectusbazen. Hierachter gebeurt het allemaal. Ik zal nu even meenemen. Vandaag hebben we Massaro Glunder en zijn vader Rodney Glunder, die beide vechten. Sorry, ik ben helemaal even onder de indruk van al die knopjes die je hebt. Er zijn al camerabeelden, geluid en dat soort dingen. Het zijn de camera's die je ziet. Dat zijn camera 1, camera 2, camera 3 en camera 4. Die gebruiken we vandaag voor de tafel. Dit is voor het geluid. Daar komen alle microfoons binnen. Precies. En hiermee kan ik alle camera's bedienen. Oké. Het is wel zoveel, of tenminste het lijkt in ieder geval heel veel voor zo iemand alleen. Ja. Is het nou makkelijker omdat je zeg maar één beeld hebt dat je hem kan of moet gebruiken? Of? Ja, het verschilt een beetje. Ja. Soms zitten we hier ook met z'n drieën, meestal eigenlijk. Okay. Deze is goed te doen in je eentje. Dan moet je gewoon even goed opletten. Ja, precies, van hoe en wat. Ja. Als we, normaal doen we voetbal en dan zitten we hier met z'n drieën. Ja, want het is voornamelijk voetbal dingen die hier gebeuren, hè? Ja. En beneden de studio ook, want dan heb je eigenlijk drie of vier verschillende setjes. Ja. Cool. Okay. Ja. Leuk. En hier doen we op dinsdagavond vechtsport. Leuk. Wat vind je het leukst om te doen? Alles. Mijn hart is bij voetbal. Maar dit doe ik sinds een paar weken en dat vind ik echt wel leuk. Het is ook wel leuk die afwisseling mee. Ja, precies. Ja. Voor de jongens word je wel enthousiast erover, dat is wel leuk. Ja, dus ga je ook kijken zaterdag? Ja. Leuk. Voor het eerst eigenlijk. Nou, niet voor het eerst, maar wel met een andere interesse dan normaal. Precies, ja, precies. Ja, normaal. Ja, dat klopt. Oké, leuk. Ja. Dus je interesse is zeker wel bewekt hierdoor. Ja, zeker. Ja. Ook omdat je die jongens nu een beetje kent, in ieder geval van naam. En soms heb je ze ook hier een keer ontmoet en dan ga je er toch anders naar kijken. Ja, dat precies. Dat klopt wel, ja. Dus nu heb ik alles klaargezet voor straks. En dan is het in principe alleen nog opletten en kijken van welke camera's je gaat pakken, om het zo maar te zeggen. Ja. Of? Ja, heel simpel gezegd wel. En dan kun je eigenlijk gewoon aanhouden van, zit Dennis aan de linkerkant van de tafel. Uh-huh. En als die dan wat zegt, dan pak je camera 1. En Jordi is immers weer aan de rechterkant van de tafel. Mm-hmm. En als die wat zegt, zit je camera 2. Maar dan moet je een beetje mee spelen. Daar ben ik het meest op gefocust. Dat valt een beetje op. Oh ja. Kan je ook iets zeggen zodat hun het horen? Ja. Oké, dat is beatje. Yeah, you can be the greatest, you can be the best. You can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk the guy, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame. Yeah. And the world's gonna know your name. You can run the mile. You can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you can get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Aflevering 12 op je beeldscherm. En we zitten weer in onze vertrouwde Hero Studio. Vorige week zaten we bij Cannibal Royale du Noord. Nog bedankt voor de gastvrijheid. U heeft zich al misschien gemerkt, we hadden wat technische problemen. Er kwam het leuke gesprek dat we hadden met Jan Vertaling. Die wedstrijd nog allemaal gediend. Dus ja. Het is legaal. Het is zeker legaal. Oké, dan kan er straks ook alles in over. Dat gaat ook goed. Jullie zitten in die glimlachen van motor te horen. Je hebt toch een groot zetelswerk. Het is afgelopen weekend. Yes. Ja, trap het maar af. Nou ja, Mickey ons indruk gemaakt in boksen in mijn eigen.
eigenlijk jaar weer in het uitgespeeld. Ja, kan ja, wat vind je ervan? Je kent Nicky natuurlijk van Glory, maar wat vind je ervan van die Swiss die bijvoorbeeld Nicky maakte of sommige andere vechters maken weer die Swiss zijn? Ja, maar wat zijn die dingen? Dus voor ons is het een grote mysterie. Hè? We zien hem een paar keer in de persconferentie en dingen, maar we zien niks van hem. Want de deuren van de buitenwereld zijn helemaal gesloten op training. Wat zijn de dingen die jij ziet waarvan je denkt dat naar je scherm naar gaat winnen? Ik heb één keer samen met hem gekregen. Sorry? Toen jij gewonnen? Ha, maar ze was al feest. Ik heb weinig af, mag ik één zeggen. Niet dat ik hem zo heel slecht heb gedaan. Zeker niet, maar. Ik ben nu wel voor mijn eigen sportschool. We zijn nu aan het proberen Stefan Struve, UFC-vechter, te bereiken. Die moet aankomende zaterdag vechten. Aankomende toch? Ja, op UFC ja. 222. Dat is natuurlijk een Nederlander die, ja, die traint in Amerika, Florida, dus vandaar dat hij daar nu is. Ja, die zit in Florida en die staat nu op het punt op het vliegtuig te stappen om naar... Kijkjes, daar hebben we hem. Daar is hij. Hoe is het, grote vriend? Goed met jou. Ja, prima man. Ja. Hoe is het geweest dan man, de laatste paar weekjes? Ja goed, ik heb lekker getraind, maar lekker op mezelf kunnen focussen. Gewoon waarvoor ik hier naartoe ga en ja, voel me goed, ben er klaar voor. Dus. We zien heel veel Insta dingetjes van je voorbij komen, heftige trainingsmethodieken die je daar doet. Vertel eens even, heb je bepaalde nieuwe dingen gedaan, andere dingen gedaan dan wat je gewend bent? Ja, nou, het leuke van MMA is, je blijft altijd nieuwe dingen leren. En de sportschool is afgelopen jaar naar een nieuwe plek verhuisd. En Mario Sperry is bijvoorbeeld ook toegevoegd aan de trainingstaf. Daar heb ik deze periode ook regelmatig mee getraind. En die man heeft ook zoveel kennis. Dus dat is gewoon super leuk om dat weer als nieuwe toevoeging te krijgen aan je training. Daarnaast alle trainers die al wat langer bij mij werken en ook weer iets andere dingetjes gaan doen, weer uitbouwen op wat we in het verleden getraind hebben. En ja, het is gewoon lekker. Je traint gewoon lekker, ook met het klimaat en zo. Je komt gewoon makkelijk je bed uit. Het is gewoon top, gewoon om hier. Het klimaat, zeg je, weet je hoe koud het in Nederland is nu? Ja, het is heel koud bij jullie. Veel plezier. Ja. Hey, André Arlovski, natuurlijk een welbekende naam. Waar heb je op voorbereid? Arlovski komt gewoon om je kop eraf te slaan. Ja, die man valt echt niet te onderschatten. Ja, ik ben er gewoon klaar voor. En wat hij ook mijn kant op gaat gooien, dat krijgt hij harder terug. Simpel. Ja. En ik weet niet of hij daarmee wil dealen. Maar ja, we gaan het zien. Ik voel me goed. Ik heb er zin in. Ik heb zin om te knallen. Voor het eerst voor mij dat ik in de nieuwe T-Mobile Arena vecht in Las Vegas. Dus dat zijn allemaal dingen waarvan je moet genieten, weet je. Ja. Tot slot voor we gaan ophangen. Het is natuurlijk zaterdag tegelijk als jij vecht, in ieder geval dezelfde avond, ook Badr Hari tegen Hesti. Je hebt natuurlijk weer laatst bij ons aan tafel gezeten samen met Hesti. Durf je aan een voorspelling te wagen voor die partij? Nee, ik heb van allebei helemaal niks gezien qua trainen. En ze hebben ook allebei niet heel regelmatig gevochten. Dus ja, ik hoop alleen maar dat het een goede partij wordt en dat het een beetje de partij wordt zoals het was in de arena. Het was gewoon een echte knaller, dus ik probeer elkaar echt met van alles en nog wat eruit te slaan, maar zeker weten. En Hesti traint met een oude bekende van jou, hè? Moesit. Met Moesit, ja. Ja, dus ja, weet je wat dat betreft, weet je, Badr ziet er goed uit en als Hesti dus zijn voorbereiding bij Moesit het gedaan, denk ik dat dat ook wel goed zit. Moesit die, als je niet goed traint, dan zegt hij je dat ook wel. Zo simpel is dat. Ja, dat je even tijd wilde maken voor de vechtersbazen en al geluk man. We hopen dat we gaan genieten van je zaterdag. Komt goed, hé. Hey. Topper, dankjewel. Doei. Ja, UFC vechter Stefan, nogmaals, ik zei net al tegen je, heel veel succes zaterdag tegen André Arlovski. Ik weet zeker dat je het goed gaat doen. Houd de Nederlandse hoop en eer hoog. Sta je met de vader van Sarah Blunder? Ja. Van een kort in Liverpool vecht. Want zonder ons vergaderen. Ja, ik ben nog wel boxing doen. Is er een nieuwe bond daar en die doen die wedstrijden. En het klinkt enger dan dat het is eigenlijk. Want ik heb het dan helemaal geromatiseerd. Denk als een film, alle mensen die gokken of alle mensen aan de ring spelen. Nee, het is gewoon een gala, het staat gewoon een ring. Het zijn gewoon scheidsrechters, het is gewoon een puntentelling, het zijn gewoon rondes. Ja. Het enige, je hebt geen boxlast meer. Precies, voor mij die keuze om.
echt in de ring te gaan staan en dan zonder handschoenen? Ja, ik was eigenlijk gestopt en ik wilde veteranenpartij vechten. Dat ga ik nog steeds doen. Maar dit heeft me getrokken omdat het iets is wat ik nog niet gedaan heb. Mm-hmm. Weet je, misschien is het wel een hele foute keus, maar daar kom ik snel achter. Maar ik ken het altijd vol voor alles. Dus als ik eventueel een titel kan winnen daar, ga ik er zeker voor. Als het in mijn schema past, dus ja. Waarom niet inderdaad? Ik train er hard voor. Ik ga ze laten zien dat er meer jongens zijn dan alleen de Engelsen die een beetje logisch zijn, een beetje crazy. Sta je natuurlijk zaterdag voor het eerst Massaro moet daar vechten. Ja, klopt. Sta je voor het eerst in zijn hoek. Ja, klopt. Heb jij dan ook een ander gevoel bij nu dan zijn andere wedstrijden? Of? Weet je, kijk, het wordt natuurlijk heel mooi dat ik als vader mee kan, maar ik ben gefocust. Hij traint hard met Mike. Wat zou jij mee willen geven als vader zijn, maar ook als vechter zijn? Hij weet wat ik van hem wil zien. Hij moet agressief vechten. Hij moet niet een onzekerheid vechten. Als je het kan afmaken, dan moet het zeker afmaken. Dat is wat ik altijd zeg tegen hem. Sta je met Massaro? Zaterdag moet je vechten voor Glory. Klopt. Natuurlijk Fight Week nou. Hoe sta je er nou in? Hoe ga je ermee om? Doe je nou lekker rustig aan? Of? Nee, ik moet altijd de laatste week nog wat gewicht maken. Mm-hmm. Dus ik ben daar nu mee bezig. Okay. Maar voor de rest, technisch en qua kickbox en zo, is alles gereed voor de wedstrijd. Is dat ook wat jouw valpunt wil ik zeggen? Wat jij het moeilijkst vindt, het gewicht? Ja, het is niet het moeilijkst. Je weet dat komen gaat. Mm-hmm. En je probeert het natuurlijk zo lang mogelijk uit te stellen. En de ene keer gaat het wat moeilijker dan de andere. Maar we komen er wel. Tot nu toe hebben we altijd gewicht gehad. Geheime trucjes om het gewicht te halen? Nee, geen geheime trucjes. Ik denk hetzelfde als iedereen. Gewoon op je eten letten en daarna wat vocht verliezen en daarna weer bijkomen. Dus. Sauna in en na de weging is het klaar natuurlijk. Ben je opgeweekt? Ja. Druk van je af? Nee, ik denk dan weet je dat het echte gevecht gaat beginnen dan naar de wedstrijd toe. Dus eerst zo'n moeilijke gedeelte heb je gekregen en dan komt er een tweede en dat is een wedstrijd. Precies, en hoe versta je dan als je naar de ring toe gaat? Wat gaat er in om het moment van het gevecht zelf? Ja, natuurlijk wat gezonde spanning. Maar zodra je in de ring staat tegenover je tegenstander, is dat allemaal weg. Dan voel je alsof je iedereen en alles. Waarom ben je verliefd op sport geworden? Ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon leuk. Ja, leuk. Ik kan mijn ei erin kwijt. Ik heb vele vrienden gemaakt. Succes, Cedric. En denk je dat het een mooie pot wordt? Jawel. Wat zijn je verwachtingen? Ik denk dat ik het de eerste of tweede ronde af kan. Maar ik kan niet in de toekomst kijken. Dus, het is een blijkbaar wel. Precies, ik doe gewoon mijn uiterste best. Gisteren toen ik thuis was gekomen, was ik eigenlijk gelijk gaan slapen. Want het was best laat. Dus ik heb hem niet echt helemaal afgesloten. Ik wil Dennis en zijn team echt bedanken. Want ik heb het echt ontzettend leuk gehad. Hartstikke fijn dat ik met jullie mee mocht lopen. Echt, jullie zijn echt toppers. Ik heb ontzettend veel geleerd. En ik wil vechtersbazen en de vechters ook bedanken. Hestie, Massaro Glunder, Rodney Glunder, echt bedankt. Echt super leuk dat jullie gewoon mee wilden werken en alles. Dus dat was echt heel tof. Dankjewel daarvoor. Vergeet allemaal niet vechtersbazen op te zoeken en te liken. Willen jullie meer zien? Want er zijn altijd ontzettend veel vechters die daar hun woordje doen. En ook ontzettend leerzaam, want alle hoogtepunten worden daar besproken. Dus ga dat allemaal volgen, ga dat allemaal kijken. Er komt nog heel veel leuks aan, dus vergeet niet te abonneren. Willen jullie op de hoogte blijven? En dan ga ik voor nu de vlog afsluiten. Hebben jullie nog tips? Laat het me even weten. Altijd leuk. Like, deel, share, comment. Alles erop en eraan. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Alle vechten zaterdag. Heel veel succes. En zet hem op, zou ik zeggen. Doei doei!